Japan, Australië, Canada, Italië. Dat zijn de 4 van in totaal 18 landen waar de leerlingen mee gebeld hebben. Het doel van de oefening was raden uit welk land de kinderen komen. En dat was nog niet zo gemakkelijk. En als ze dan in Australië in een dorp wonen, dan is het wel heel moeilijk. Omdat in Australië zo groot, daar heb je superveel dorpen. Maar bijvoorbeeld in België valt het wel mee. Live you north or south of the equator? Naast dat het leuk is voor de kinderen, leren ze er ook nog eens veel van. Dat wij het hier heel luxe hebben. In elk geval in de meeste lokalen zie je wel dat het heel anders gaat dan hier bij ons op school. En we hadden ook met Afrika en daar had je bijvoorbeeld gewoon een stal als schoollokaal. Nou, ik denk dat voor de eerste keer dat we dit georganiseerd hebben, we mogen praten van een succes. We hebben 18 landen bezocht, 6 continenten. Dus we zijn echt all over the world, zoals we around the world geweest. En de kinderen? Die willen nu nog maar 1 ding. Ja, ik ga naar bed. En ik ga naar bed, zeker. Doe het op. Nou, ik heb al geslapen, dus zoveel slaap heb ik niet. Maar ik ga denk dadelijk wel rustig aan doen als de school uit is. In Spanje heb ik...